Renault Antwerpen. De auto's van stad. Claudia Raksova op het stadhuis van Antwerpen bij de burgemeester. Ze had het zelf een paar jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Maar haar boek heeft wel wat teweeggebracht. Ja, hij vond het wel sterk en hij steunt me daar wel in. Ik heb een hele lange gesprek met hem over gehad. Hij vroeg mij hele mooie vragen. Ik heb hem ook heel mooi kunnen antwoorden. En hij heeft mij daarmee proficiat gewenst. Claudia leefde 12 jaar lang in Belgische asielcentra. Ze voelde zich en was ook een meisje zonder identiteit. Die heeft ze nu wel. In haar boek heeft ze ook een persoonlijke boodschap voor de burgemeester geschreven. Wel, ik heb geschreven graag aan Bart de Wever. En natuurlijk bedankt voor de mooie welkomst. En eindelijk heb ik een bestaansrecht. Claudia kreeg van Bart de Wever nog een Antwerps woordenboek mee. Met daarin een tekst in het Latijn. De weg is lang, maar noeste arbeid overwint alles.